Ximène, je hebt vanmorgen nog wat trainingssprongen gemaakt. Hoe ging dat? Vanmorgen, de trainingssprongen die waren eigenlijk de lekkerste sprongen die ik tot nu toe gemaakt heb. Ik had een dagje rust genomen, want mijn spieren moe, mijn lijf moe en vooral mijn geest moe. Dus ik dacht, oud wijf dat ik ben gewoon. En vanmorgen ging ik staan en ik had echt, ja, het lekkere gevoel. Ja. En hoe is het met het vertrouwen in de sprong, in jezelf? Het vertrouwen groeit iedere dag een beetje. Een beetje hoor, heel langzaam. Maar iedere dag een beetje meer, dat je weet het ritme. De routine is er nog lang niet. En die zal ook niet komen, denk ik, tot het springen vandaag. Maar langzaam, maar heel gestaag, komt er een heel klein beetje meer vertrouwen. Ik vind het heel moeilijk om met spanning te kunnen genieten. Dat is heel moeilijk. Maar ik liep vanmorgen, meestal rijden we omhoog hier naartoe. Ik zei, nee, laat me maar lopen. En het is een hele mooie omgeving hier en een hertenkampje. En toen heb ik dus bewust bij iedere stap geniet, geniet, geniet. Want het is, ja, dat is moeilijk om binnen die spanning nog het leuke ervan te zien. Ja, want hoe leuk is het, het springen? Leuk. Ik heb een paar sprongen gemaakt waarvan ik dacht, dit is leuk. Maar vooralsnog is het alleen maar bikkelen, afzien en... Als ik door een hel zeg ik, ga ik heel zwaar, maar het is diep zitten. Ja, dat moet je sowieso voor de sprong, maar ik vind het een van de zwaarste dingen die ik gedaan heb.